Onlangs ben ik op vakantie geweest naar Malta en je komt daar tal van dingen tegen waarvan ik dan wel een foto wil maken. Waaronder deze kerk. Alleen waar ik niet op zit te wachten, dat zijn die mensen hieronder. Ik wil gewoon een kerk met een leeg plein. Nu was het gelukkig niet zo heel druk, maar de tijd was een beetje krapjes, we moesten ook weer verder. Dus ik had niet de tijd om bij wijze van spreken een kwartier te wachten totdat iedereen weg was. Gelukkig is daar wel een andere methode voor in Photoshop. Nu kun je ervoor kiezen om al die mensen en hun bijbehorende schaduwen gewoon netjes weg te klonen. Nu gaat het in dit geval om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personen. Dus dat is misschien nog wel te doen. Maar het kan toch wat ingewikkeld zijn met bijvoorbeeld de patronen van de muur of van de vloer om dat te doen. En er is een makkelijkere methode. En die methode die bereik je alleen door meerdere foto's te nemen. Als ik even naar de verkenner ga en ik open er nog een andere foto bij... Dan zie je misschien al een klein beetje wat er gebeurt. De mensen staan daarna op een andere plek. Als ik bijvoorbeeld terug ga naar de andere foto, let op deze jongen hiervoor. Nu leunt hij op het muurtje. En nu staat hij hier bij het beeld. Dus er is verdeeld over alle tweede foto's genoeg informatie over wat er zou moeten staan als er geen mensen staan. En als je dan nog veel meer foto's hebt, zo heb ik er in dit geval negen gemaakt, wordt die informatie alleen maar duidelijker voor Photoshop. Ik beperk me nu heel even om het uit te leggen tot deze twee foto's. Ik heb het gewoon gemaakt met mijn telefoon en je ziet ja, ik ben ook niet super stabiel. De foto's zijn niet exact hetzelfde uitgelijnd, maar de inhoud is wel hetzelfde, dus Photoshop komt daar ook wel mee weg. Je kunt dat allemaal automatiseren. En ik ga je laten zien hoe je dat doet. Dus ik sluit even deze twee foto's en ik ga in één keer alle foto's openen in een nieuw bestand. En iedere foto gewoon als losse laag. En dat doe je hier bij Scripts en dan bestanden laden naar stapel. Je krijgt dan een dialoogvenster voor je, waarbij je kunt kiezen welke foto's je wilt openen. Dus ik klik gewoon op bladeren en ik ga naar de map waar de foto's staan. Ik selecteer alle foto's en druk op OK. Je ziet ze er vervolgens in een rijtje bij komen. Nou, en wat we dus willen gaan doen, is dat hij maar moet proberen om het automatisch uit te lijnen. En dan moet er naderhand een slim object van maken. Die twee stappen kun je ook handmatig doen. Laat ik dat gewoon eens doen. Laat ik dit even niet aanvinken. Als jij het thuis doet, doe dat dan wel. Het scheelt je wat tijd. Maar je opent ze dus allemaal tegelijk in één bestand. Het kan eventjes duren. Het ligt eraan hoe groot je foto's zijn. Maar je ziet hieronder dat dus alle foto's zijn geopend in het lagenpaneel. En dat iedere foto dus een eigen laag heeft. Hou ik nu de alt ingedrukt en klik ik op een van de oogjes. Dan laat hij alleen die laag zien. En doe je dat nog een keer. Dan ga je weer terug. Maar je ziet dus gewoon dat het allemaal verschillende foto's zijn. En je ziet ook dat deze foto's niet met elkaar uitgelijnd zijn. Omdat mijn telefoon dus iedere keer als ik een fotootje maak. Ja, eigenlijk net een beetje scheef staat. Kun je heel eenvoudig dus uitlijnen. Je had het aan kunnen vinken bij het openen. Maar heb je dat nou niet gedaan, dan kun je dat nu alsnog doen. Je selecteert gewoon de bovenste laag door erop te klikken. Dat heb ik gedaan. En ik scroll vervolgens naar beneden. Ik houd de shift ingedrukt en ik klik op de onderste laag. Ze worden allemaal lichtgrijs, zijn ze allemaal geselecteerd. En ik ga gewoon naar bewerken en ik kies hiervoor lagen automatisch uitlijnen. Ik krijg weer een dialoogvenster, hoef je helemaal geen verstand van te hebben. Je kunt gewoon op automatisch laten staan en op oké klikken. En Photoshop gaat vervolgens aan de slag. En zal vervolgens alles uitlijnen op basis van de inhoud. Ga ik dan lagen uitzetten, dan zie je dat die verspringing al een heel stuk minder is. Het zit er nog wel een klein beetje in. Maar dat is op zich niet storend. Nu is het dus zaak dat ik Photoshop automatisch al die mensen laat verwijderen. En dat is ook gewoon heel makkelijk. Je zou met maskers kunnen gaan werken, is niet nodig. Er is een eenvoudigere manier. Zorg nog steeds dat al je lagen geselecteerd zijn. Dat is in dit geval zo, mocht het niet zo zijn, Klik op de bovenste, scroll naar beneden, shift ingedrukt houden en klik op de onderste. En vervolgens ga je ze omzetten naar een slim object. En dat doe je door er met rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Wat er dan gebeurt, al je lagen worden zeg maar samengevat in één nieuwe. En dit nieuwe laagje, dat is een slim object. Als ik erop dubbel klik, dan staat er een klein icoontje bij. Dan opent zich een tweede bestand met daarin dus al die lagen. Je zou nu eventueel dingen kunnen veranderen. Maar al deze lagen liggen dus op elkaar gestapeld in een nieuw slim object in je andere document. Dus ik sluit dit document even af. Maar hier dus dit slim object, daar zitten dus alle foto's op lagen achter verborgen. En je kunt Photoshop gewoon heel makkelijk vertellen hoe hij eigenlijk zou moeten nadenken over het stapelen van die lagen. En dat doe je bij laag, en dan heb je daar slim object staan, en dan heb je hier de stapelmodus. En als je zegt van nou, de stapelmodus wordt mediaan, dan gaat Photoshop aan het rekenen. En alles wat dus eigenlijk gewoon maar één keer voorkomt op een foto, dat is dus een persoon. Een persoon komt één keer voor op een foto, want op een andere foto staat hij op een andere plek. Alles wat maar één keer voorkomt op een foto, dat wordt dan verwijderd. En aangezien mijn kerk en mijn beelden uh, en mijn lucht en mijn, mijn mozaïek in de voorgrond, aangezien dat op iedere foto terugkomt, blijft dat dus gewoon over. En vervolgens hou ik een lege foto over waar ik verder mee aan de slag kan. Ik zou hem bijvoorbeeld opnieuw uit kunnen snijden, want door het uitlijnen krijg ik wat zwarte stukjes eromheen. En ik zou bijvoorbeeld nog met bijvoorbeeld de perspectief Tool nog wat dingetjes aan de foto kunnen doen. En zo eenvoudig is het dus om een foto te maken met een lege voorgrond. Dus maak gewoon veel foto's en laat Photoshop het vervolgens helemaal zelf oplossen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!